En vandaag waren er natuurlijk ook overal activiteiten in verband met Koningsdag. Kijk maar met. Er zit hier in Lin. Morgen is Koningsdag. En in het kader van Koningsdag doen we vooral 34 jaar aan de veurhoving van de meiboom zitten. Voor de maand mei te vieren. Wie heet dat in zijn werk? De boom werd in eerste instantie komt er kaal aan. Dan werd er de tube werd erop geplaatst. En de kransen en de tube werd versierd met bloemen die de dames van de spaarkas gisteravond gezamenlijk hebben gemaakt. En dan werd er met hefmas van een vrachtwagen werd er omhoog gezet. Verdoen dat, omdat voor spaarkas vind je dat het een traditie is die we toen in ere hebben hersteld en die we nu al die jaren voort hebben gezet. En ervoor gezorgd hebben dat de dorp dat er toch gaat is. We zitten hem hier op de Oijmeerde in Lin. Daar werd er al een aantal jaren gezet. Vroeger was het helemaal aan de kerk, omdat daar een stamcafé loog. Maar tegenwoordig kan het alleen nog hier op deze Meerde. Hoe lang doet je dat al? Dit is nu de 34ste boom wat we hebben doen verrijzen. Dus 34 jaar al. Morgen is hier het Koningsdag gebeuren. Dat wil zeggen dat er spellen zijn voor de kinderen, dat de chatterie rondtrekt. Dat er toespraken zijn van de edele heren en dat er ook uiteraard aandacht werd besteed aan degene wat een lintje heeft mogen ontvangen. Dit is het Oranje Comité wat het organiseert. En er is uiteraard de harmonie en de chatterie zijn er weer betrokken. En alle, voor de rest alle gedecoreerden uiteraard. En de jeugd die de fietsen mogen versieren en die werden dan gejureerd. En daar komen de prijswinnaars uit naar voren.